Meneer Stork, u bent 40 jaar lang gemeenteraadslid in de gemeente Almelo. Hoe kijkt u op al die jaren terug? Ja, ik kijk eigenlijk met heel veel plezier erop terug. Het is een boeiende tijd. Er is heel veel gebeurd en er is heel veel veranderd. En dat, nou ja, het is leuk om daar mee te kunnen spelen en mee te kunnen beslissen in die tussentijd. Wat sprong er voor u het meeste uit? Ja, de veranderingen die hier plaats hebben gevonden en alle plannen die gemaakt zijn. Op een gegeven moment was er een plan dat de stad die zou groeien naar 100.000 inwoners en dat soort dingen. Dat was inderdaad echt wel eventjes vechten om dat tegen te gaan, die ideeën. En we zitten nog steeds daarvan toch met de naweeën. Denk even aan Waterrijk, denk aan Fortessa. Denk aan andere grote plannen die niet doorgegaan zijn. Wat was voor u een persoonlijk hoogtepunt? Er zijn veel dingen gebeurd. Een van de belangrijke dingen was dat we de hoogbouw tegengegaan zijn. Dat is echt een hele klus geweest. Maar daar hebben we wel succes geboekt. En dieptepunten ken ik niet. Daar ga ik niet over zitten zeuren. He, als er een dieptepuntje is, dan ben je dat heel snel weer vergeten en dan ga je verder. We zijn hier om de positieve indruk van die stad, om dat naar voren te brengen. Wat ik lastig vond om heel veel stukken te lezen, om bij de les te blijven en om adequaat te kunnen reageren. En om erachter te komen wat de werkelijkheid en wat de waarheid was. Want vaak werd je ook natuurlijk wel heel erg subjectief werd je voorgelicht. En dan moet je dus ontzettend oppassen dat je niet gaat geloven wat je verteld wordt. Het raadswerk is zeker veranderd. Er is veel meer inspraak van de inwoners. Er zijn veel meer contacten met de inwoners. De afstand is denk ik ook kleiner geworden, hoewel dat heel moeilijk te beoordelen is voor ons. Wij denken wel dat die afstand klein is en dat we makkelijk te benaderen zijn. Maar of dat echt zo is, dat weet ik niet. U heeft veel burgemeesters meegemaakt. Met wie kon u nou het beste door één deur? Ja, nou, die vraag heb je me wel eens vaker gesteld, maar daar krijg je van mij geen antwoord op. Wij moesten werken met iedere burgemeester. En of je nou iemand aardig vond of niet, het is gewoon werk, hè? Het is niet een vrije tijdsbesteding. U wilt echt geen naam noemen? Nee, ik wil geen naam noemen, want ik wil niemand beschadigen. Heeft u naast uw raadswerk nog tijd voor hobby's gehad of nog steeds? Ja, mijn hobby's zitten in hoofdzaak in de hoek van de dieren en vooral van de paarden. Ik ben een heel fervent paardensportliefhebber. Heb in het verleden heel veel wedstrijden gereden en gedaan. En dat kon allemaal wel combineren, maar het kostte wel plannen. Ik ben gek op tweedehands goederen. Maar ik ben ook gek op het verkopen van tweedehands goederen. Ik vind dat spullen die afgedankt worden door de een, zijn voor de ander misschien heel erg bruikbaar. En dat is heel leuk om daarmee op de markt te staan en voor een habbekrats dingen ergens anders te kunnen stallen. En mensen blij mee te maken. Heel leuk en hele leuke gesprekken altijd. Als u nu de stap moest maken naar de gemeenteraad, zou u dan die stap opnieuw gaan maken? Ja, jemig, van een 80-jarige moet je dat niet vragen. Kom, hou op. dat hoeft niet. Ik zou zeker, als ik dus terugkijk, heb ik absoluut geen moment spijt ervan gehad. Tot slot, kunt u inwoners van Almelo ook aanraden om zich verkiesbaar te stellen als raadslid voor de gemeente Almelo? Nou, als ze voldoende vrije tijd hebben, dan wel. Maar ze moeten wel heel goed beseffen dat het legt een heel groot beslag op je tijd. En als je een gezin hebt met kleine kinderen, ja, dan komt vaak dat in gedrang. En dat zie je ook op het ogenblik van heel veel raadsleden en statenleden en Tweede Kamerleden, die op een gegeven moment het te veel wordt, doordat ze geen aandacht aan hun gezinnen kunnen geven. Daarnaast is het, en dat is denk ik op dit moment een heel groot probleem, dat de werkgevers, die zijn er niet gek op als je raadslid wordt. Want je bent bezig, je wordt overdag gebeld. Nou, daar hebben ze geen trek in. Zou het een goed idee zijn om de gemeenteraadsleden te betalen en een fulltime baan daarvan te maken? Nee, absoluut niet.
Want dan krijg je dat, nou, hier in Almelo 35 raadsleden zich met alles gaan bemoeien. We zijn geen ambtenaren. De ambtenaren moeten het uitvoerende werk doen. Wij moeten alleen besluiten nemen. En als je dat fulltime gaat doen, nee, dan krijg je hele wonderlijke verhoudingen. En iedereen die zich met alles gaat zitten bemoeien. En dat is niet de bedoeling.